Hallo. Hallo. Hey, ik ben Nen. Ja, even bruikje. Kijk, hoe leuk. Kijk, nou ben je in beeld. Leuk, lekker gespeeld. Ben je ook even in de vlog? Welke prinses is dit? Nog zo'n mooie prinses. Gezellig. Allemaal familie vlog. Familievloggers, ik krijg vandaag weer gezellig met ons mee. Veel plezier, liefjes. Tot straks. Nou, mevrouw Wengen. Hey, veel plezier, hè? Ja. Tot straks. Doei. Nou, ik ben me even aan het opmaken. Daniel die brengt de kinderen naar school en die heeft zo meteen weer een afspraak. En ik krijg zo meteen 4 andere vlogmama's op bezoek. Superleuk, ze zijn nu onderweg. Ze zijn al heel vroeg weg, want er zijn er een paar die komen van erg ver. Dus volgens mij zaten ze om 6:30 al in de trein of 6:30, ik weet niet wat het was. Ik denk gewoon, laten we eens een keer bij elkaar gaan zitten. En ja, gewoon met elkaar dingen bespreken. Die je misschien niet zo 1, 2, 3 met je buurvrouw kan bespreken. Omdat je natuurlijk, ja, een moeder bent die vlogt. En hoe we elkaar ook leuke ideetjes kunnen uitwisselen. Hoe we elkaar kunnen versterken. Want ik denk dat sowieso het hele vloggen in het gezin. Dat begint nu een beetje zijn opmars te krijgen. Er komen steeds meer families die gaan vloggen. En ik dacht, hoe leuk is het om met elkaar deze reis mee te maken en om elkaar daarin te versterken. Dus daarom heb ik ze uitgenodigd. En we gaan vanmiddag ook een hele leuke Q&A opnemen. Ik had een paar dagen geleden had ik al een post gedaan op Instagram of jullie vragen hadden voor vlogmoeders. En jullie hebben echt massaal gereageerd met wat vragen, met heel veel vragen. Dus ik heb er een paar uitgepakt. En die ga ik straks met hun opnemen in een aparte bonusvideo. En deze video komt straks om 4:00 online. Dus zeker ook straks weer kijken om 4:00. Dus ik ga nog even snel verder met mijn poederen. Ik moet mijn haar nog even feunen. En dan zometeen komen de mama's. Super gezellig. Dus kijk weer lekker met ons mee. Nou, wat ik dus eigenlijk wil doen, is als die moeders zometeen binnenkomen, wil ik ze filmen. En ik heb hier dus de standaard al neergezet. En ze komen dus via de voordeur binnen. Dat is dus daar. En ik ga even kijken hoe ik dan het beste deze standaard kan neerzetten. Zo misschien. Zodat ik ze kan filmen op het moment dat ik de deur open doe. Hoe leuk is dat? Dus ik ga even kijken hoe ik het beste jullie kan neerzetten. Nou, zeg maar even hallo. Vlog mama 1 is Sabine van het YouTube kanaal Mama Sabine. En zij vlogt met haar 3 kinderen en haar vriend. Hallo! Ik kom erin! Hey, je bent! Hi, super leuk te zien. Ja, jou ook. Vlog mama 2 is Janneke van het YouTube kanaal Huisje Weltevreden. En zij vlogt met haar 3 pubers. Hallo! Hallo, welkom! Nou, wacht even, zet je meteen voor de vlog. Waar staat die aan? Ja, zet aan. Vlog mama 3 is Manon van het YouTube kanaal De Bento's. En zij vlogt met haar 2 kleine dochtertjes en met haar man. Hallo! Hoi! 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 Dit is echt zo gezellig! Dat is echt allemaal. Lippen zwijgen naar de camera, dan stellen we je meteen voor in de vlog. Hallo! Hey, ik ben Nancy. En onze 4e YouTube mama is Nancy van het YouTube kanaal Huisje Boompje Feestje en zij vlogt met haar 2 kleine kindjes en met haar man. Hallo, hallo. Hoi, Nancy. Heel erg mooi cadeautjes zijn, Nancy. Ik weet niet of jullie het zien. Dit is hem. Dat is ook precies. Een tie-in-knot. Tie-in-knot? Ja. En dan moet je overrijden. Dan moet je aan. Als het weer weg is. Ja, dat moet het dan gewoon zo zijn, hè? Dat wordt gelijk, hè? Nou, we gaan even een videootje opnemen met z'n allen. Kijk dan hoe leuk. Is zo grappig, hè. Ik bouw hier de set op en ik zeg ook tegen hun van, nou kun je dus zien hoe ik dus hier altijd de set opbouw en die bonusvideo's opneemt. En nu gaan ze er zelf bij zitten. Ja. Het ziet toch vet gezellig uit. Dus straks kijken, om 4:00 komt dus deze video online waarin we vragen van jullie kijkers gaan beantwoorden hoe het is om moeder te zijn en om te vloggen. Dag mama, dag. 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 We gaan nog even met Joost met de nieuwe Ries nog wandelen. Leuk, vader zoon tijd. Ik heb je gemist, mijn jongen. Kijk eens jongens, Luan is Joost aan het uitlaten. Hoe lang die is, dat is een mooi oranje. Mooi hè Joost. Maar voor de veiligheid, als Joost konijntjes ziet of een poesje, hebben we nog wel de grote riem, hè, dat papa hem vasthoudt. Hè? Ja, nou. ik heb iets grote riemen. Ja, je hebt meer lengte. Kom, wandelen we verder. Ja, veeg jij hem de billetjes, Luan? Nee hoor, dat hoeft altijd niet.
Hoeft dat niet? Hoeft dat niet? Nee, echt niet. Oké. Okay. Nou. Nee. Hij ruikt even alles. Zie je dat? Konijntjes. Ja, beetjes, hetjes. Overal een plasje laten, Joost. Hè? En een boek. Lees je een Bijbel. Bid elke dag dat je groeien mag. Dat je groeien. Een foto van Joost. Zing met je. Nou, dat was een lang rondje. Goed gewandeld, Leurne, Joost. Ja, heel trots op jullie. Joost. Kijk jongens, ik heb hier mijn lekkere soepje gemaakt. Dit is mijn lekkere... Hoeft ook alweer? Spaghetti soep. Ja, mijn spaghetti soep. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Maar nou, rijdt ook. Oh. Het is allemaal nimmer succes. Ja. Ik vlog meestal zo trouwens, maar volgens mij is het handiger als je die stick gebruikt dat je nog iets meer van jezelf laat zien. Is dat zo? Ja. Oké. Okay. Een stick is wel echt handig. Okay. En je kan ook makkelijker dingen laten zien. Mm-hmm. Ik draai wel eens met die stok en dan draai ik zo en dan oh ja, inderdaad. Ik moet altijd. Ja. Ja. Oh, ja dat is mijn arm. Dat zie je. Ja, bij mij zie je dat wel. Maar jij zei dat van bij jou zie je de camera draaien. Ja. Maar soms dan ben je gewoon aan het kletsen en dan draai je de camera. En als je dan dat weg zou halen, dan is je zin niet door de helft. Ja, maar daar let je dan, dan moet je dan echt op letten. Ja, dat stoppen we altijd. Als je iets doet met de camera, even stop met praten dan ook. Ja. Kijk eens, Flora. Wat heb ik hier? Deze vindt Lucilla ook altijd zo mooi. Kijk. Pak maar. Die dit mag is een vlogcamera. Die is mooi. Oeh, ja. Het is wel een beetje zwaar, hè? Ja. Nou, dames en heren, dit is de allerjongste vlogster. Ja. 9 maanden, hè? Ja. Zo moet je hem vasthouden. Kijk. Zo. Ja, goed zo. Kijk of we hem aan kunnen zetten. Ik neem de batterij aan is. Ja. Kijk, nou ben je in beeld. Zeg maar hallo, camera. Het gaat prima zo. Ik heb wel de focus echt op de camera. Ja. Ja. Hier. Zo, die kant. Zo. Zo. Dat is mooi. Er zijn de mensen thuis. Hallo mensen thuis. Het is echt de onderkant zo mooi. Ja, die onderkant, ja, die is nog veel mooier. Die kan ik in mijn mond doen. Hier, kijk. Nou, en ons huis is eventjes nog meer gevuld. Want kijk, hier zijn ook de papa's. Hallo papa's. Jullie hebben lekker gespeeld? Ja. Waar zijn jullie geweest? Ja. Ja. De Jumbo, toch? Ja, die. Dat weet de moeders natuurlijk alleen maar weer, wat de naam ervan is. Maar jullie hebben met de ballen gespeeld? Ja. Ballen. En ook meegegaan? Of zit dat er niet bij voor papa? Meegegaan? Ja. Maar dat doen? Ja, mee door die ballen sluizen heen. Nee, ik had er nog één, hè. Oh, hallo klein prinsesje. Hallo, heb je lekker gespeeld? Je hebt zo'n mooi uiltje truitje aan. Hé, hey, deze. Ik denk dat Lucilla die ook wel heel mooi vindt, want die is ook gek op uiltjes. Mooi, hè? Nou, en hier hebben we de kinderen van Nancy. Dag. Hallo, Nick. Yes, ben je ook even in de vlog? Vind je dat leuk? En hier, wie hebben we hier? Welke prinses is dit? Samantha, ja. Je weet toch wel dat mama doet ook wel het vloggen? Deze mama vlogt ook. De camera is wat groter, schatje. Dat is gek, hè? En je ziet jezelf niet. Nee, ja, oh, zie, nou kun je jezelf zien. Kijk daar. Mooi. Grappig, hè? Een uil. En wie hebben we hier? Nog zo'n mooie prinses. Hallo, dit is Lea en die is van Nancy. Zeg maar hallo. Nou, wat een gezellige boel hier weer, hè? Zeiden al van waren naar Luana en Lucilla, maar die zijn nog op school. Nou, we eten even hier ons bordje leeg, want we zijn al leeg, gelukkig. Dat is een goed teken. En we hebben hier nog even een gezellige tijd met z'n allen. Gezellig. Allemaal familievloggers. Ja. Mama. Ja. Wat zeg je nou? Ja. Nou, er wordt flink gespeeld met de klasse. Wat kunnen we bij jou kopen? Wat kunnen we in jouw winkeltje kopen? Of ga jij iets kopen? Dat ook niet. Hier, verkoop die fles maar. Nee, die vindt ze mooi. Ja, wat heb je daar gevonden? Heb je een mooi papiertje Samantha gevonden? Ja, en als ik zo, kijk, als ik zo, hier valt het wel mee. Als je zo kijkt. Ja. En als je zo kijkt. Oh, zie je dat verschil? Veel beter. Als met je gezicht,
in het licht staan. Ja. Ook in je huis, de lichtste plekjes opzoeken. Ja. En ik loop soms een beetje rond en dan word ik weer even donker en dan word ik weer even licht. Ja, dat is niet zo. Dat is niet zo. Maar als je heel lang praat, dan is dit minder mooi. Ja. Ja. Nou, de mama's die gaan ook naar huis. Doeg, het was gezellig. En ik ga met de GoPro, ja, heb ik alweer in mijn zak verstoppen. Want ja, Flora was er natuurlijk weer mee aan het spelen. Maar die heb ik hier. Ik ga eventjes Lucilla ophalen van school. Waar zijn jouw schoenen? Waar zijn jouw schoenen? Nee, ook niet jouw schoenen. Hier, hier zijn jouw schoenen. Ja, of wil je zelf doen? Nou, kom maar zelf doen. Oh, zelf doen. IJs, ja. IJs likken, ja. Ja, doe maar open. 1, 2. Goed zo, daar zijn jouw schoenen. Ja. Goed zo. Kom maar, mama even helpen aan doen. Zo. Oké. Maar ik pak even mijn tas en even de sleutel voor de auto. Haal ik even Lucilla's kinderwagen eruit. Want ze is heel erg moe, zoals jullie horen. Ze heeft niet geslapen op het kinderdagverblijf. Dus ik ga even wandelen naar Daniel en Leon toe. Want die zijn nog steeds aan het wandelen met de hond, met Joost. En die vroegen of we naar hun toe komen. Dus ik ga even lekker naar hun toe wandelen. Heb ik ook eventjes weer lekker met frisse lucht. Dus ik ga even de kinderwagen pakken. Ja. We zijn inmiddels weer thuis. We zijn echt een hele tijd verder. De kinderen zijn een beetje moe van school, dus een beetje bank hangen hier. En ze hebben cadeautjes gekregen. En Luan pakt het alweer uit. Van Nancy, van die jullie net hebben gezien. Als ik dit eigen uitgepakt heb. Wauw. Wat een verwennerij. Kijk eens. Wauw. Hele mooie. Oh, dat is echt leuk. Kijk, Luan heeft hier een mega colorboek van Cars. En jij hebt een boek van Dickie Dick. En hier heb je 100 fantastische flapjes met woordjes. Fietsen. Kijk, kan je openmaken? Ja. Fietsen. Kan je, kijk eens, die kan je flappen. Fiets is dat. Ja, dan zit er een fiets achter. Fiets. Dat is mooi. En Luan, jij hebt ook een voorleesboek. Jij bent een kip. Oh, wat leuk. En ook nog lekker... chocolaatjes, of wat zijn dat? Mini eggs. Oh, voor Pasen. Dat is lekker. Die vindt mama ook wel lekker. Moet je oppassen dat mama ze niet opeet. En ik heb dit mooie plantje van Janneke gekregen. Die staat hier ook mooi op de tafel. Het was dus echt een hele erg leuke, inspirerende, maar wel drukke dag. Dus de kinderen die zijn hier lekker op de bank een beetje aan het hangen en zo. En Daniel is boven even een telefoontje plegen. En ik ga zo eens even beginnen met avondeten koken. Luan, Lucilla. Toen straks waren hier ook allemaal vlogkindjes toen jullie op school zaten. Heel veel? Ja, van de andere vlogmama's waren de kindjes waren er ook. De papa's kwamen op een gegeven moment terug. Toen hadden ze allemaal de vlogkindjes ook meegenomen. En dat zie je straks ook weer in de vlog. Hey, zal ik dat jullie straks laten zien? Als mama het vlogje heeft geëdit van vandaag. Vind je dat leuk? En die zeiden, hey, waar zijn Luan en Lucilla nou? Toen zei ik, ja, die zitten nog op school. En jij was nog wandelen met Joost. En Lucilla die zat nog op het kinderdagverblijf. Hey, maar de volgende keer wil je wel met ze spelen, hè? Ja? Heb je het leuk gehad op school? Ja, hè? Ja, ze zijn helemaal moe van school nu. Dus ik ga zomaar eens eventjes met het avondeten beginnen. Wat eten we vandaag? Ik weet het nog niet. Ik weet het nog niet. Ik heb nog wel een beetje soep over van vanmiddag. Wat is het? Kom je bij mama? Kom, je bent mama. Even in de koelkast kijken. We hebben nog, ik heb nog pizzasaus over. Zelfgemaakte pizzasaus. Dus ik kan nog een zelfgemaakte pizza maken. Dat ga ik denk ik doen. Ik moet even wat restjes opmaken. Restjesdag. Ik heb hier nog paprika. Dat had ik ook nog over. Dat heb ik in een zakje gedaan. Als het goed is, moet ik nog een Turks brood hebben. Want dan, dat betekent dat ik dus nog een pizza kan maken. Kijk, tadaa. Die hebben we nog. Dus ik ga eventjes, en we hebben dan die soep en we hebben een Turks brood waar ik dus pizza van maak. Dat lijkt me wel weer een lekker maaltje voor vandaag. Nou, ik heb de, oh, ik besla. Maar goed, ik heb hier de pizza. Hop, ja. Ik heb hier de heerlijke pizza al in de oven staan.
Is deze van Janneke? Ja, die van mama van Janneke gekregen. Vind je hem mooi? Yeah! Yeah! Nou, even normaal doen. Boefie. Met mijn boefie. Met mijn lekkere boefie. Ja, daar is er nog een. Waar ben je dan? Ik denk het om in de tafel. Waar is Lucilla nou? Ik denk om in de tafel. Waar is Lucilla nou? Nou, we hebben de pizza inmiddels al op. We waren even vergeten de pizza te vloggen. Lucilla is hier al lekker aan het plakken met de stickertjes die ze van mama Sabine heeft gekregen. Ja. Oh, daar komt papa ook nog aan met een stukje pizza. Nou, dat was de dag weer vandaag, hè? Vond je nou weer een leuke vlog? Doe een duimpje omhoog en vergeet vooral niet te abonneren. Tot morgen. Doeg!